Omdat we wereldwijd jaarlijks 70 miljard dieren houden voor consumptie, hebben we een tikkende tijdbom gecreëerd voor pandemieën van ongekende omvang. 1 op de 500 donors heeft het virus in het bloed, nu, vandaag. Maar het grootste gevaar is als virussen en bacteriën die van dier naar mens zijn gegaan, ook van mens tot mens overspringen. We hebben nergens zoveel bloeddonors met hepatitis E in bloed als in Nederland. In Nederland is bijna alle kippenvlees besmet met de multiresistente ESBL-bacterie. We hebben denk ik ook nergens zo'n intensieve varkensteelt als in Nederland. En daar vermenigvuldigt zich elk jaar dat virus op reusachtige hoeveelheden. Een bacterie of virus is in potentie door de schaalgrootte van de vee-industrie een massavernietigingswapen geworden. Het is roulette. Het kan goed gaan heel lang en het kan een keer verschrikkelijk fout gaan. En dat weten we pas als het zover is.